Ik heb zondag regiokampioenschap. Oh, serieus? Regiokampioenschap in de klasse? M1. Kijk. En, nou is je vraag. Of jij nog tips hebt? Ja, die ga ik proberen te geven. Die kan ik op voorhand zo niet geven. De enige tip die ik van tevoren wel kan geven is, probeer plezier te hebben. Ja. Dat is heel veel belangrijker dan de rest. En als je plezier hebt, dan krijg je vaak ook dat je beter paard rijdt, of pony rijdt in dit geval. Snap je? Maar de technische tips voor wat je in de proef moet doen, daar moet ik hem zien doen. Ja. Snap je? Kijk, nou nog niks van zeggen. Ja. Maar dan gaan we direct aan beginnen. En dan... Goed, je hebt hem al een beetje losgereden. Ja. Nou, maak het eens maar eens op maat en dan gaan we aan de slag. Dan ga ik gewoon even kijken hoe dat die stapt, hè? Wat is het moeilijkste voor je in de proef, vind je zelf? Het zou de middenwaarts. En er wordt gewoon een beetje contragelopen. Oké. Okay. Gaan we niet mee beginnen, maar dan gaan we het direct wel doen. Ja? We gaan kijken. We gaan nou eerst maar het lekker stappen. Nou, wat ik nou belangrijk vind, laat hem zomaar lekker stappen. Dat doet hij goed. En dan proberen te zeggen waar dat hij moet stappen. En dan willen we nou graag in de hoefslag hebben. Ja? Dat je gewoon een lijn uitzet. Goed zo. Waar je best al... Want dat heb ik al even gezien daarnet, dat je best soms let op je been bij het drijven. Dit. Heb je wel een paar keer geoefend. Ja. Klopt dat? Ja. Dat is heel moeilijk om dat in één keer te veranderen hoor. Hoeft ook niet. Ik probeer er wel op te letten. Juist, dat is voor mij genoeg. Ja? Dan let je zo goed mogelijk op. Ja. Nou, laat hem zomaar lekker actief stappen, dat doet hij goed. En dan proberen zo lekker hem ook een heel klein beetje mee te gaan met de beweging. Nou, recht uitstappen. Dan komt hij een beetje naar deze kant, voel je dat? Ja, dus en wat je dan doet is een beetje met je linkerbeen drijven, met je rechterhand een beetje naar rechts. Hij stapt lekker actief zo. Lekker meegaan met beide handen. Ga maar een beetje mee. Juist. Fijn door de hoek heen stappen. Ja, kijk, daar gaat hij al een beetje zakken, voel je dat? Dus je probeert toch altijd een beetje mee te deinen met de beweging van de hals van de pony. Ja, in het ritme. Dus een klein beetje vanuit je armen en vanuit je schouder een beetje meebewegen. Dat hij makkelijk naar voren kan stappen. Kijk, dan gaat hij een beetje naar beneden. Dan knabbelt hij een beetje op het bit. Dan gaat hij meer naar beneden. En dat betekent dan dat je ook meer zijn rug gaat gebruiken. Als je dan maar gewoon lekker actief blijft. Juist. Heb je goed opgelet, maar nou stapt hij beter rechtuit. Keurig, netjes. Goed gedaan. Ja, want daarnet sneed hij daar de wending nog af. En nou heb je hem goed gecorrigeerd. Ja, daar voel je hem fijn aan de teugel komen. Ja, en daar probeer je hem zo constant mogelijk in te begeleiden. Maar als je maar lekker mee blijft gaan met de beweging en als je maar lekker actief blijft stappen. Zo lekker actief. Goed gedaan. Zo lekker actief laten stappen. Keurig netjes. En in die beweging probeer je te voelen wanneer dat je een beetje ontspant in zijn mond. Als je dan ontspant in zijn mond, hou je dat gewoon wat makkelijk vast. Ja, en als je niet ontspant in zijn mond, is het gewoon belangrijk dat je niet gaat nijpen of gaat terugnemen. He, dan rij je gewoon door totdat je die ontspanning krijgt. Hartstikke netjes. Dan gaat hij al een beetje nageven. Dus het nekgewricht een beetje buigen. Ja, en hij blijft terwijl lekker doorstappen. Dat vind ik nog het belangrijkste. Juist, en daar ontspant hij weer. Voel je dan verschil in de houding soms bij hem of niet? Ja. Nou, dat sta je dan. Dan keur je goed door middel van makkelijk te zijn in je hand. Ja, daar weer. Kijk, dan gaat hij weer een beetje naar beneden. Voel je dat? Ja. Super. Maar nou heb je een mooie handopstelling. En als je nou voelt dat je een beetje omhoog komt, dan druk je maar een beetje aan met je kuit. Dat hij lekker vlot blijft, dat hij niet harder gaat stappen. En als je dan voelt dat je weer fijn ontspant, dan ga je een beetje extra naar voren met je handen als een beloning. En kijken dat hij een beetje naar beneden zou willen. Ja? Goed gedaan met binnenbeen. Ja, dat hij in de hoeken niet afsnijdt. Nou, en dan zo lekker laten stappen. En dan als jij voelt dat hij een beetje naar beneden gaat met zijn hoofd, dat hij een beetje aan de teugel komt... Ja, dan gaan we direct van daaruit de overgang maken naar de draf. Ja. Ja, dus hij mag nog een heel klein beetje meer nageven, maar lekker mee blijven gaan hoor. Dus hij mag nog ietsje lager komen, dat, dit. En dan goed voelen waar hij ontspant. Hè? Dan kun je voelen aan de druk van de teugel. Ja, kun je ook een beetje zien. Kijk, voel je dat hij nou iets verandert of voel je dat niet? Ja, wel. Ja? Ja. Nou, daar gaat het een beetje om. Het heet dan gevoel. Dat probeer je dus bewust te voelen. Kijk, daar ontspant hij mooi en hij blijft toch actief stappen. En dat vind ik net zo belangrijk hoor, dat hij actief blijft stappen. Ja. Goed zo.
Nou, dan gaan we kijken dat hij direct een overgang wil maken naar de draf. Zo lekker rechtuit blijven stappen, want de overgang maken we altijd op een rechte lijn. En dan bereid je hem netjes voor. Ik vind hem fijn in de mond. Hij reageert heel goed, hè, want op jouw eerste hulp was hij weg. Hij loopt intussen, loopt hij in de draf best al netjes aan de teugel. En wat ik de vorige keer al tegen jou zei, dat doe je nou ook goed. Je hebt je handen heel netjes voor je staan. Ja, dus je blijft heel mooi ontspannen zitten en je kunt je handen heel mooi rustig houden. Ja, je armen zijn mooi ontspannen, je handen zijn best heel mooi stil hoor. Ja, dus dat vind ik al heel belangrijk. En ja, als je een goede jury hebt gevonden, dan zou je daar een opmerking voor kunnen krijgen van keurig nette handhouding. Bijvoorbeeld. Goed zo. Zo lekker actief houden. Zo lekker laten swingen. Nou vind ik dat je een beetje afsnijdt weer. Dus dan weer ietsje binnenbeen buiten teugel. En dat, ja, goed gedaan. Dan gaat hij goed door de hoek heen. Hartstikke netjes. En nou direct recht oversteken. Goed zo. Netjes. Dat is goed. Dit is heel goed. Dit is heel... Kijk. Iets. Ja. Goed gedaan. Keurig. En dan moet je in een proef ook proberen te doen dat je goed afleert werken met in de hoeken te rijden. Gaan we direct van hand veranderen. Zo netjes blijven zitten. Dat doe je heel goed. Je houding vind ik heel netjes. Ik vind je haken lager dan vorige keer. Ondanks dat je daar niet constant op kunt letten, heb je er toch aan gewerkt en zie ik verbetering. Ja, en daar proberen gewoon aan te blijven werken. Gaan we zo op de rechterhand kijken of dat hij ook fijn aan het bit loopt. Ik vind dat hij heel mooi aanleunt. En aanleunen, dat wil zeggen het contact tussen de mond en jouw hand vind ik prima zo. En dan gaan we kijken, dat doet hij eigenlijk best goed, of dat we een overgang kunnen maken naar de stap. En dan proberen als je de overgang rijdt, dat hij lekker voorwaarts blijft in de overgang. Ja, dan ga je gewoon mooi ontspannen lang blijven zitten en dan gaan we een overgang maken naar de stap. Prima. En lekker stappen. Fijn. Je armen toch lekker makkelijk. Ja, goed zo. He, dus voelen dat je in je armspier, in het elleboggewricht en in je bovenarmen, ook al heb je een bepaalde druk in de hand, heet aanleuning, dat je toch lekker soepel probeert te blijven in je houding. Goed zo. Zo lekker soepel blijven. En als je het gevoel hebt dat hij lekker doorstapt en hij gaat een klein beetje neerwaarts, he, dus dat hij een beetje nagevelijk wordt, dan gaan we zo weer aandraven. Super reactie, hè? Hij reageert echt goed. Zo, en zo vind ik een fijn aangeleund lopen. Dan komt hij heel mooi aan de teugel. Voel je dat? Ja. Ja, dat vind ik dan weer net iets mooier als daarnet. Maar dat is ook normaal, want je moet losrijden. Weet je waarom dat ze losrijden hebben genoemd? Omdat er iets vast zit. Dus het moet allemaal een beetje losgemaakt worden. En dat doe je door middel van overgangetjes te rijden, wendingen te rijden, een beetje wisselen in het tempo. En op een gegeven moment, als je dat goed doet, dan komen ze lekker los. Dan komen de gewrichten los en dan zie je aan het gewricht in de nek dat hij daar een beetje in gaat buigen en hij heeft dan mooi aan de teugel lopen. En dat is geen must, maar als je M rijdt, ja, dan wordt dat al best wel een beetje gevraagd. Ja. Dan gaan we zo direct weer een keertje een overgang maken naar de stap, want ik zie je niet trekken en hij gaat toch stappen. Goed zo, en hij is weer weg. Ja, dus hij luistert goed. Keurig netjes, hartstikke fijn. Keurig netjes. Stapt hij lekker. Knie mooi laag. Hak mooi laag. Keurig netjes. Zo ja, zo lekker stappen. Lekker blijven ontspannen in je armen. Ja, goed zo. Daar juist een heel klein beetje rechterbeen in de hoek voor de stelling. He, dat je een klein tikje in de richting kijkt waar hij heen moet gaan. Dan moet je vooral uit je binnenbeen. Ja, dan gaat hij mooi nageven. Juist zo lekker laten ontspannen. Zo mooi actief houden. Keurig door de hoek gereden. Heel fijn. Zo lekker laten stappen. Juist. Zo mooi rond laten worden. En als je daar voelt dat hij mooi nageeft, dan gaan we weer aandraven. Daar gaat hij weer zakken. Super moment om aan te draven. Hij reageerde weer meteen. Goed, dan gaan we hem even laten galopperen. Goed voorbereiden, hè? Want je hoeft nooit meteen te doen als ik het zeg. Nou, we eerst de gewone galoppers aankijken voordat we straks... Dat doet hij goed. Met meteen ietsje doorgalopperen. Ja, dit vind ik beter. Dit tempo zo erin houden. Ja, blijf zo lekker galopperen en het tempo erin blijven houden. Heel ontspannen zitten en toch voelen dat je met je onderbeen dit tempo kunt onderhouden. Dat hij echt lekker springt. Vind ik niet te hard hoor. Dat is gewoon een lekker tempo. Ja, dan maakt hij zijn passen goed af. Hou zo het tempo er maar lekker in. Fijn. Ja, dat je juist goede reactie. Keurig. Zo lekker. Goed gedaan. Dan gaat hij al mooi aan dit galopperen. Vooral zo het tempo lekker houden. Dat hoeft niet harder, maar wel graag dit tempo zo blijven houden.
Goed zo, de houdt er het tempo in, hè? Goed gedaan. Zo de overgang gaan maken naar de draf en het tempo lekker erin houden. Goed gedaan, hoor. Hou het maar mooi voorwaarts om te gaan draven. Geeft niks. Geeft niks, hè. Nou doet hij met zijn hoofd een beetje gek, maar dan ga je gewoon door. Stap maar lekker door, want hij is nou uit zijn concentratie gehaald. En het is niet erg als je dan maar niet terug gaat wringen, gewoon lekker laten stappen. Die gaat direct weer wel naar beneden. Wat hij net deed, hè, is hij even uit de concentratie, maar dan kon hij niks aan doen en jij ook niet. Ja, want vliegen en slikken, ik weet het, dat is niet lekker. Nee. Ja, maar dan voel je ook meteen dat de concentratie even weg is en dan zie je ook meteen een heel andere houding komen. En als je die houding aanneemt die hij net aannam, moet je nooit gaan trekken om dat op te lossen. Rij je gewoon door. Je houdt maar gewoon contact. Dat is niet erg, hoor. Dit is niet erg. Hou maar gewoon contact en rij maar gewoon lekker door. Die gaat direct gewoon naar beneden. 100% zeker weten. Zo ja. Ja, gewoon lekker contact houden en blijven volgen. Maar waar je juist, dan moet je nooit gaan vechten, want dan verlies je eigenlijk altijd. Goed zo. Dat wil niet zeggen dat je dan de teugels los moet laten, want dan beloon je me voor. En zover gaan we nou ook weer niet. Goed zo. Ja, en dan is dat. Dwingen is weg. Kijk, dan wordt hij heel mooi rond. He, dan gaat hij echt mooi nageven. En als je daar nou mooi nageeft, dan gaan we nou proberen in het stappen te kijken. Als je nageeft en je maakt de teugels een beetje langer, dat hij dan ook naar beneden gaat. Maar niet, voorzichtig aan naar beneden. Niet te veel in één keer. Niet te veel. Zo ja. Ja, goed zo. Dit. Juist. En een beetje drijven als hij wat hoger komt. Zo ja, toch. Daar lekker blijven volgen. Keurig. Juist. Juist, daar gaat hij mooi naar beneden. Ontspant hij heel goed. Dit vind ik heel goed. Dan volgt hij de hand. Juist, dit is heel goed. Dat is precies wat ik bedoel. En terwijl, ja, hartstikke netjes. Keurig netjes. Zo ja, zo lekker blijven volgen. Dat hij zo met zijn neusje mooi door het zand stapt. Ja, hè, dat hij de hals goed strekt. Nou, dat doet hij prima. Heel mooi. Echt goed. Voel je dit? Ja. Dat is echt de hals strekken. En trekt hij de teugels niet uit de hand. En toch heb je contact met de mond. En hij gaat mooi naar beneden omdat jij het wil. Nou, niet omdat... Eerst maar eens lekker galopperen. Ik vind hem er klaar voor. Hij loopt netjes in de houding. Springt ook goed aan. Lekker tempo rijden. Zo dit tempo zo houden. Dit tempo zo houden. Juist. Zo lekker aan de teugel blijven galopperen. Hartstikke netjes. Nou, en je hebt hier nogal wat ruimte, dus je kunt proberen via een gebroken lijn. Ja, want ik vind zijn balans goed genoeg. Probeer het tempo zo te houden. Probeer het gevoel met de mond zo te houden. En blijf lekker in het midden achter de hals zitten. Goed zo, niet te scherp draaien. Wel gas geven, hoor. Goed zo, goed gereden. Tempo lekker houden. Ja, blijf zo maar galopperen. Dan gaan we direct een keertje... Grote volte en dan gaan we in midden galop. En dan is de kunst om verschil te laten zien. Maar je blijft zo netjes zitten zoals je zit. En dan probeer je toch even verschil te laten zien. Hè? Ja. Dat je echt duidelijk ziet dat je begint bij de letter en dat je doorgalopeert. En we echt zien dat hij vlotter gaat galopperen. Kom aan. Super. Super. Ga maar door. Super. Juist. Goed zo. Klasse. Ja, en dan opletten. Juist, en weer rechtuit. Maar daar bedoel ik eigenlijk mee opletten. Als je dan flink middengalop gereden hebt, moet je opletten dat je niet te veel opvangt, want dan vallen ze er vaak helemaal uit. Ja. Dus doen we het direct nog een keertje. Dus dan moet je heel vloeiend, maar een beetje langzamer gaan. Ja? Want anders dan red je dat niet. Doen we nog een keer bij E. Lekker tempo. Goed zo. En als je direct bij E bent, vloeiend, langzaam, maar niet te plotseling, want je zit zo in draf. Zo ja, goed zo. En gas. Juist, net op, nog één keer. Juist, goed. Nou vloeiend terug, maar niet te veel, hè. Dat je in galop blijft. Juist. Goed gedaan. Goed gedaan. Overgang gaan maken naar de draf. Recht uit. Zo ja, goed zo. Lekker tempo. Zo netjes gaan draven. Zo ja, gewoon zo lekker draven, keurig. Tempo zo houden, mooi aan de teugel zo. Heel netjes. Weer stil, zo laat. Gaan we van hand veranderen. Goed gedaan met binnenbeen, dat hij die hoek goed ingaat. Goed, diagonaal echt kijken waar je heen wil. Dat je daar ook uitkomt. Goed gedaan.
Ja, een lekker tempo. Waarom heb je dat nodig? Om in de goede takt te galopperen. Als hij iets te rustig galoppeert, dan is hij met het voorbeen iets te dicht bij de draf. Ja. Ja, en je moet dan net zo galopperen dat je voelt dat hij ook met voorbeen lekker blijft galopperen. Maak maar gebroken lijn. Hier heb je goed tempo. Zo ja, en blijf lekker keurig en mooi vloeiend. Hartstikke goed. Juist. Dan gaan we op de rechterhand, trek bij B, ook een grote volte in middengalop. En dan vooral heel goed opletten als hij de middengalop gedaan heeft en je komt op de hoefslag, dat hij niet in draf valt. Ja. Snap je? Zo, tempo lekker houden. Zo, binnenbeen zo mooi erbij voor de buiging. Ja, ga je maar lekker door. Middengalop. Juist. Nou, vloeiend en actief houden. Goed gedaan. Ja, dan maakt hij zijn galopsprong goed af hoor. Dat tempo ligt wel een klein beetje hoog, maar dat heb je eigenlijk wel nodig. Om hem straks mooi te kunnen gaan verzamelen, heb je dit als tempo, als basistempo wel nodig. Ga je zo de overgang maken naar de draf. Ja, en lekker draven. Zo ja. Juist, zo je binnenbeen mooi erbij houden. Fijn. Heel netjes. Zo ja. Ja. Heel goed. He, dus als je hem een heel klein beetje nagevelijker wil maken, altijd voelen dat je toch probeert te ontspannen in je schouders en in je armen. Goed gedaan. Dat is heel goed gedaan. Weer een beetje binnenbeen voor wat stelling. Goed zo. Juist. Dat hij weer lekker smakelijk wordt in de mond en mooi nageeft. Heel klein beetje nagevelijker, maar in je armen goed blijven ontspannen en contact houden met de mond. Juist. Zo ja, blijf heel even doorrijden, totdat hij lekker ontspant in de kaak en in de nek. Juist. Ja, die komt weer wel. Goed zo. Ook als je moet mesten, gewoon lekker doordraven. Juist, gewoon contact houden en tempo zo houden. Ja, dat. Fijn. Juist, juist, juist. Hou vol, hè? Goed gedaan. Goed gedaan, keurig. Rechterbeen weer een beetje erbij. En als je direct mooi naar beneden gaat en hij is mooi rond, dan gaan we weer een overgang maken naar de stap. Dit is goed. Dan ga je zo proberen te stappen. Is goed. En zo laten stappen. Zo meegaan met beide handen. Zo laten stappen. Juist. Juist. Keurig netjes. Zo laten stappen. Heel klein beetje ronder, dat hij nog iets. Daar. Ja. Goed. Goed. Zo laten. Heel klein beetje eronder nog. Klein tikje. Braaf. Goed zo. Juist. Nog een klein tikje. Zo ja. Lekker smakelijk maken en voelen waar het hij lekker nageeft. Heel netjes. Ja. Tempo blijft goed. Zo ja. Juist. Daar gaat hij fijn nageven. Mooi. Mooi dit. Dit. Dit is eigenlijk heel goed. Dit is eigenlijk heel goed. Goed zo. Ja, blijf mooi actief en je blijft goed op je been letten. Super, dit vind ik heel goed. Voelt dat ook goed aan? Ja. Ja? Goed zo. Dan gaan we toch nog één keertje proberen, als je draaft, dat je hem zo zou kunnen laten draven. Ja. Ja? He, dus eerst dat stappen gewoon lekker hebben. En als je dan gaat draven, dan gaan we kijken dat je het zo ook in het draven zou willen doen. Super, goed gedaan. Ja, keurig netjes. Dit zie ik graag. Dit zie ik graag. Goed zo. Goed zo. Dit zie ik heel graag. Zo ja. En kijken dat je dat juist een beetje kunt onderhouden. Ja, keurig netjes. Dat is heel goed. En dat vind ik eigenlijk belangrijker nog dan het proefje hoor. Dat hij zo mooi in balans leert lopen. Ja, ja. En dit vind ik het belangrijkste eigenlijk. He, dat die punt 1 lekker voorwaarts is. Nou, dat is die. He, dat je daarbij netjes zit. Dat doe je. Nou, en dan mag je dus werken aan de aanleuning. En dat doe je zo hartstikke goed. Ja, en wat ik heel knap vond, was toen hij een beetje even terug met zijn hoofd een beetje in de lucht ging lopen door een onbestandigheid of door een reden, dat je daar niet begon te trekken om dat op te lossen. Dat je toen heel rustig bleef paardrijden. En dan zie je, als je gewoon rustig blijft paardrijden, dat je op een gegeven moment een hele fijne houding kan krijgen. En daar heb je een beetje geduld voor nodig. En als dat niet heel snel gaat, dat je daar niet ongeduldig wordt. Maar ik vind niet dat je daar bent hoor. Maar ik geef het maar mee als tip. En dat je als je gewoon rustig door blijft rijden, ja, dan lukt dat. Dan gaan we zo stappen.
Ja, net een beetje nagevelijk als het kan. Keurig, dit. Super. Voel je dat? En als je nou mooi rond wordt, dan ga je millimeter voor millimeter naar beneden stappen. Niet in één keer. Dus niet in één keer de teugels lang. Millimeter voor millimeter. Ja, doe je goed. Wel actief houden. Zo, je been goed lang houden. Goed zo. Blijf lekker actief. En als je nou lekker smakelijk wordt, je voelt hem lekker nageven, dat hij net een beetje nablijft. Dat is heel goed, wat je nu voelt. Juist, dat hij afkoudt. Dan trekt hij niet in één keer de teugels uit de hand. Keurig. Keurig. Voel je dat? Ja. Ja, en dat is een beetje gevoel wat je nou doet. En dat heet ruitergevoel. En dat probeer je te ontwikkelen. Ja, en dan geef je hem nou lange teugel en ga je hem belonen. Dat laatste gedeelte vind ik eigenlijk het belangrijkste. We hebben nou een aantal dingen gedaan die zijn best pittig voor onze tweede les. En dat komt omdat je een kampioenschap hebt en dan wil ik best een beetje meedenken. Ja. Maar dat laatste vind ik het belangrijkste eigenlijk. Ja. Dat je dat eerst goed voor elkaar hebt. Ja. En we hebben toch eventjes wat oefeningetjes gedaan. Een tip die ik kan geven is als je de middenglop zelf, dan rij je goed actief naar voren. En als je dan klaar bent met de middenglop, niet in één keer denken. Nou moet hij langzaam, want dan denkt hij te veel terug. Ja. En dus je gaat dan uit de middenglop vloeiend langzaam en je probeert hem toch actief te houden. Ja. Wat ik zou adviseren is in de training zover te komen zoals het laatste gedeelte doet, zoals je ziet. Ja. Ik vond het een heel mooie balans. Nou, we hebben natuurlijk al lang gereden, het is een heel uur. Ja, misschien is het een half uur als je constant rijdt wel genoeg, hoor, dat weet ik niet. Maar we rijden met tweeën, dus we moeten een beetje indelen. Heb je nog vragen? En was het duidelijk? Nee, ik heb geen vragen. Ja, het is duidelijk. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, succes zou ik zeggen. Bel maar even dat ik aan. Ja? Altijd. Altijd wel. Ja. Of het nou mee of tegenvalt. Ja? Ik ben wel benieuwd. Ja. Nou, succes. Dankjewel. Goed zo.